Dus zo direct gaan we op zoek naar de mooiste momenten. Tot zo. Dankjewel, Renier. En dit was het RTL Nieuws van 19:30. En het is de laatste uitzending van jou, Dick. Iedereen is er de hele dag eigenlijk al onrustig van. En een beetje verdrietig ook, want je hebt hier 19 jaar lang gewerkt. Ja. Alle redacteuren, verslaggevers, correspondenten, opnameleiders, visagisten, producers, regisseurs en al die anderen die iedere dag met ons het nieuws maken en die jaren met je gewerkt hebben, gaan je ontzettend missen. Als voortreffelijk journalist en als bevlogen collega. Ik ga je ook missen. Het was een voorrecht om in ieder geval een jaar met je gewerkt te hebben. Het laatste woord is zometeen uiteraard voor jou. Maar niet voordat we heel even gaan kijken naar hoe het allemaal begon. Wist hier niks van, hè? Goedenavond. Welkom bij deze extra uitzending in verband met de aanval op Servische doelen in Servië en Kosovo. Een stralende huwelijksdag. Goedenavond, mijn naam is Rick Nieman. Twee vliegtuigen zijn neergestort op het World Trade Center in New York. Dit is vreselijk beeld. Oh, beide gebouwen van het World Trade Center zijn ingestort nu. Dit is een extra uitzending van het RTL Nieuws in verband met het neerschieten van Pim Fortuyn. Ja, Rick, laatste nieuws. Het is over. Het is uit met het kabinet. Je was even richting de brand, of niet? Ken je me toch goed, Rick? Ja, inderdaad. Ik ben eventjes tijdens de break. Ik had 5 minuten. Ik ben nog gevallen ook. Hello, Rick Nieman. That's me. Nice to see you. Nice to meet you. Hello. Please come in. Thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you. Meneer Kuipers, om te beginnen, hoe gaat het met u? Uitstekend. Waarom is het Willem-Alexander geworden en niet Willem IV? Willem IV ja, staat naast Bertha 38 in de wijn. Nou, u zegt het, ik zou het niet durven zeggen, maar goed. Morgen zijn we er weer. 17:30 op Veronica. Heel graag tot dan en voor nu nog een prettige avond. Dag. Tja, dat was lang geleden. Dit is inderdaad mijn laatste uitzending als presentator van het RTL Nieuws. Ik wil daar niet te lang bij stilstaan. Het nieuws draait om het nieuws en niet om degene die het brengt. Maar toch wil ik heel graag mijn geweldige collega's bedanken. Merel had het er al over. Vooral al die mensen die u thuis niet elke dag in beeld ziet. Want we hebben echt heel veel jaren fantastisch samengewerkt. Het was vooral een feestje. En ik wil u thuis bedanken voor die bijna 20 jaar dat u heeft gekeken naar de uitzendingen die ik mocht presenteren. Blijf dat vooral doen. Het RTL Nieuws is de beste en de leukste nieuwsrubriek van Nederland. En moeilijk hoor, voorlezen zo'n tekstje van de camera. En wellicht komen wij elkaar in de toekomst nog wel tegen. Want ik ben vast van plan u lastig te blijven vallen met boeken, artikelen, uitzendingen. Dus wie weet, tot later. Er komen nu allemaal mensen de studio in, dat gaat u zo zien. Ik hoop u in de toekomst weer te zien. Dag! Ricky, dankjewel. Dankjewel. Dank je. Dank jullie wel. Jezus, jongens. Wow.